Welkom bij Uurtje Factuurtje, de podcast voor de moderne accountant. Paul, welkom bij Uurtje Factuurtje. Leuk dat je bent aangeschoven. Dankjewel. Wil je om te beginnen jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Uh, Paul Geerlings, uh, een jaartje of vijf werkzaam bij ArcGT uh, in de rol van uh, pre-sales consultant. Inmiddels ook uh, verantwoordelijk voor pre-sales en uh, daarnaast ook uh, een stukje product management. Uh, dus ik ben heel veel bezig met onze oplossingen, uh, veel Microsoft oplossingen, uh, veel adviesgesprekken bij klanten. Uh, en ook ja, nieuw business klanten veel, maar ook bij bestaande klanten, waar een, nou, een soort adviesgesprek moet, moet plaatsvinden. Uh, daar sluit ik vaak aan als het wat meer over de inhoud gaat. Ja, en vandaag hebben we gevraagd of je bij ons wil aanschuiven, met ja. name vanwege je kennis van Microsoft. Want we gaan het vandaag hebben over SharePoint en hoe je dat het beste kunt gaan inrichten als accountantskantoor. Wil je om te beginnen voor de luisteraar die het misschien niet helemaal weet, nog even uitleggen kort wat SharePoint is? Wat Sharepoint is, heel kort. Dat wordt dus lastig. Ja. SharePoint is heel groot. Ik ga het proberen om het heel, heel kort te houden. Uh, SharePoint is eigenlijk uh, de, de oplossing van Microsoft voor bestandsopslag. En dat is uh, in de ruimste zin van het woord. Um, traditioneel slaan we bestanden op op een. Uh, ja, in de verkennenstructuur noemen wij dat altijd. Hè? Dus je hebt bestanden uh, in mapjes, vaak op afdeling uh, uh, gesorteerd. Nou, dan denk je van oh, ik heb wat van de administratie nodig, dan zoek je daar. Uh, SharePoint is daar eigenlijk een soort van 2.0-versie van. Dat is allemaal webgebaseerd. Dus je gaat niet meer naar een verkenner, maar je gaat naar een soort van website toe. Uh, daar staan je bestanden. Um, en, en daar kan je gewoon zoeken op de Google manier eigenlijk naar wat je nodig hebt. Uh, en wat zijn daar de voordelen van? Want het klinkt ja. wel misschien iets complexer dan het vertrouwen, waarvan je misschien denkt. hé, hey, dit is eigenlijk wel prima. Ja. Waarom, waarom zijn er steeds meer kantoren die, die overstap maken of overwegen? Nou, omdat je toch, toch heel veel wil samenwerken tegenwoordig. Je wil met je collega's misschien samen in één document werken. Nou, dat kan prima binnen SharePoint. Uh, maar je wil ook met je klanten bijvoorbeeld bestanden kunnen delen. Nou, In de verkenner is dat heel lastig, hè, want ze kunnen niet bij jou. Een, uh, verkenningsstructuur komen. Uh, met SharePoint kan je gewoon een mapje bijvoorbeeld met je klant delen. Zodat uh, dus je niet van die inderdaad versie... Uh, definitief def, def, v1, v2... Precies, dat, uh, en ja. drie datums. Kopie, kopie. Die, ja. uh, <laughs> uh, precies, het, wordt, het blijft gewoon één bronbestand. Uh, en daar kan je klant bij, daar kan jij bij. Daar kunnen je collega's bij. Uh, je kan versies terug... Uh, misschien heb je op een middag wat aangepast... waarvan je later denkt van... Hey, dat had hij toch niet moeten doen, want wat er stond was eigenlijk... Uh, Hartstikke goed, nou, dan ga je versie terug en dan uh, hoef je de dingen niet opnieuw te doen, en dus het, het geeft je veel meer flexibiliteit, uh, ja, en, en uiteindelijk veel meer mogelijkheden om samen te werken. En, en wat verandert het dan in de dagelijkse werkzaamheden? Ik je hebt nu bestandjes die je opent vanaf de verkenner, wat je zegt, ja. Um, wat heel belangrijk is, is natuurlijk die adoptie uh, van, van SharePoint... maar wat verandert het concreet? Hoe, hoe, hoe werkt SharePoint ten opzichte van de Verkenner? Ja, wij zeggen altijd... Uh, het overzetten van de Verkenner naar SharePoint is niet ingewikkeld. Uh, alleen inderdaad heel terecht... adoptie is, is, is het aller, allerbelangrijkste uh, bij een overstap naar SharePoint. Uh, want je gaat niet meer zoals velen van ons misschien wel twintig jaar hebben gewerkt... naar onder in de startbalk, naar dat icoontje uh, van de Verkenner... maar je gaat dus naar een website toe... Uh, om je data te benaderen. En, en vaak is ook zo'n overstap naar SharePoint een supermooi moment om te zeggen: van hè, net zoals met een verhuizing, we gaan opruimen. Uh, dus eigenlijk wil je bij zo'n overstap naar SharePoint ook eens uh, een keer gaan nadenken: van joh, die data die ik al twintig jaar bewaar, is dat nog wel nodig? Uh, dus je moet ook echt heel erg gaan nadenken over je structuur: wil ik het nog wel per afdeling, zeg maar, uh, gaan opsplitsen of, of gaan we dat op een andere manier doen? Ja, een mooie kans om het opnieuw in te richten. Ja, ja. zeker. Ja. En is het niet, als, normaal ga je, als we even een Word bestand pakken, je opent Word, je slaat het op gewoon dan in de, in de mapjes die op je, op je computer staan. Nu moet je het misschien dan weer online gaan brengen. Is dat niet heel onhandig? Of hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, in de praktijk ga je een nieuw bestand vaak maken op de locatie waar je wil dat die komt te staan. En dus je zou in SharePoint al via een hele duidelijke navigatiestructuur uh, naar de plek toe gaan waar je wil dat het bestand komt staan. En op die plek maak je een nieuw Word of een nieuw Excel of een nieuw PowerPoint bestand. Oh ja, Kun je hem wel synchroniseren lokaal? Ja, ja. en dat, dat is dan weer, je hebt, je hebt SharePoint is voor de bedrijfsdata en je hebt OneDrive. En dat is eigenlijk je persoonlijke schijf, hè, zoals we er nu in de traditionele omgeving ook vaak hebben, vaak de P-schijf van persoonlijk. Oh ja. Uh, dat is in de nieuwe uh, opzet, is dat OneDrive. En die kan je synchroniseren met je, met je lokale werkplek. Dus met je laptop of met je desktop. Ja, Dus in de praktijk, als je dat zou doen, zou het niet heel anders zijn dan wat je nu gewend bent. Behalve dat je het makkelijker kunt delen met klanten en met collega's. Je kan zo'nzelfde structuur creëren als dat we eigenlijk allemaal gewend zijn. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, dat is ook wel makkelijker voor de adoptie uiteindelijk, kan ik me voorstellen. Ja, want zie je dat er heel veel uh, voor een andere inrichting gekozen wordt? Ik denk ik aan advies wel vanuit jou vaak. Maar is dat ook wat klanten dan overnemen? Of willen ze toch graag die huidige structuur aanhouden? Ja, heel veel, heel veel organisaties willen gewoon eigenlijk blijven werken zoals ze werken. Ja. Maar wel met de voordelen van de, van de hedendaagse techniek eigenlijk. Ja, dus uh, wij noemen dat vaak in gesprekken gekscherend het uitstellen van adoptie. Mm -hmm. ja, dus hè, je gaat iets een nieuwe techniek bouwen, uh, wat er uitziet uh, zoals het er nu uitziet. Nou, daar proberen we altijd een beetje een middenweg in te vinden. Ja, dus ze zeggen altijd van: ga nou vooral wel voor die adoptie. Hè, dus, dus echt wel voor de nieuwe manier van werken, maar hou wel ergens je eigen structuur vast, zodat het voor medewerkers toch nog herkenbaar is. Zijn medewerkers daar uiteindelijk blij mee? Ja. Ja. uiteindelijk zien ze de voordelen, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van adoptie, om juist uh, aan de medewerkers uit te leggen wat het ze op gaat leveren. Uh, dus niet alleen uh, dat ze het nu uh, niet meer links maar rechts vinden, maar ook dat je echt de voordelen laat zien van die nieuwe manier van werken. En dan merk je na verloop van tijd, door, door adoptie, uh, door, door continu eigenlijk te sturen op, op die nieuwe manier van werken, uh, creëer je ook een veilige, meer veilige omgeving waar ze in werken en minder kans op data lekken. Hè, want wat je nu doet in de verkenner, je moet het bestandje naar een klant delen. Nou, dan, hè, dan gaan we Dropbox doen of doen we transfer. Of nou ja, verzin het maar. We noemen dat shadow IT. Hè, dus buiten de faciliteiten van je organisatie hè, toch proberen uh, data te gaan delen. Ja. Nou, door ze mee te nemen in die adoptie en uit te leggen dat dat heel simpel via SharePoint kan, uh, creëer je dus ook een veilige omgeving. Ja, zeker voor accountskantoren belangrijk, omdat ze de data van uh... Van hun klanten natuurlijk. De financiële data van hun klanten. Heel belangrijk, ja. ja. En hoe werkt dat dan? Want stel dat iemand toegang krijgt tot die SharePoint-omgeving... heeft hij dan, dus een, een hacker bijvoorbeeld... heeft hij dan ook toegang gelijk tot alle bestanden? Is dat dan niet extra gevaarlijk? Hoe, hoe zit dat? Ja, het ligt er een beetje aan. Hè, dat ik, ik, ik weet niet precies hoe hacker werkt... maar je, je doet dat vaak bij een persoon in de organisatie. Hè? Dus stel uh, zelfs, zelfs Stefan wordt gehackt... dan heeft zo'n hacker toegang tot de bestanden... waar Stefan ook toegang tot zou hebben normaal gesproken. Dus, dus daar... Zou je er dan bij kunnen, alleen binnen SharePoint heb je ook heel veel mogelijkheden om dat weer te herkennen. Ja, dus als Stefan normaal gesproken heel veel vanuit Zwolle inlogt um, en opeens wordt er ingelogd vanuit uh, een ander land of, of noem maar op, dan gaan er wel uh, alarmbelletjes af. Ja, dus er zitten op die manier wel heel veel uh, ja, toch een maatregelen om dat te voorkomen. Ja, en de toegang volgens mij ook hè, tot, de, tot de bestanden. Dat niet iedereen, we zijn maar gewend van, oh ja, we gooien alle mapjes open voor iedereen. Ja. Want lekker makkelijk. Mocht Henk ja. ooit bij een mapje aan moeten, dan hoeft Henk niet te bellen. Ja. Um, volgens mij is dat ook cruciaal eigenlijk in het, in het gebruik van SharePoint. Ja, SharePoint ga je eigenlijk, je gaat medewerkers alleen maar hetgene geven wat ze nodig hebben. Ja. Ja, dus uh, we noemen dat ook wel een, een rechte matrix. Dus we gaan echt ook, dat is ook een, altijd een, een goed moment om dit te doen. We beginnen helemaal op nul. Zeg maar. Alle rechten worden opnieuw gezet, hè, zodat er ook geen, geen erfenissen van, vanuit de, de huidige situatie meekomen. Dus medewerkers krijgen alleen toegang tot de bestanden die ze ook nodig hebben. Uh, heeft iemand toevallig toch toegang nodig tot een ander bestand, dan kan dat ook tijdelijk worden toegestaan. Ja, en adviseer je dat op individueel niveau te doen, of, of is dat beter per groepjes, of hoe pak je dat het slimste aan? Ja, we gaan vaak uh, kijken naar de functieprofielen van de medewerkers. He, dus, dus iemand die bijvoorbeeld op de, de salarisadministratie werkt, uh, nou, die krijgt toegang tot bepaalde mappen. Een fiscalist die zou weer toegang krijgen tot, tot andere mappen. Um, en zo maken we wel een standaard profiel. En in de praktijk zie je natuurlijk dat dat nou ja, medewerkers toch altijd weer ergens bij moeten waar ze dan wat dan net niet in het profiel past. Yeah. Nou, dat zou je kunnen zeggen. We staan dat voor een week toe bijvoorbeeld, hè, want dan is dat project klaar of dan is dat 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 werk voor die klant gedaan. Automatisch wordt automatisch voor die toegang wordt die weer. Uh, oh, dat kun je geld. van tevoren instellen. Ja. Je hoeft geen uh, wekkertje te zetten van uh, weer, Nee, van je, je agenda uh, en dan nee, kijk precies. je dat niet meer na. En, uh, nee, dat dat hoeft niet meer. Uh, de, de, dus dat het biedt veel meer. Mogelijkheden om gecontroleerd toegang te geven. Ja, want op die uh, verkenner bleef eigenlijk alles maar staan. Nou, in uh, ja. ja, de praktijk wordt er vaak recht toegekend, ja. met de intentie om dat later weer te ontnemen. Ja, maar Alleen, dat wordt dan vergeten. Dat uh, gebeurt uh, ja. vrijwel wel nooit. Ja. En als je kijkt, want uh, je ziet bij accountskantoren natuurlijk ook heel veel. Uh, er wordt een slag gemaakt, maar er zijn heel veel accountskantoren nog niet. Dus je uh, ziet heel veel on-premise applicaties nog. Of in ieder geval één. Uh, en uh, dat is dan meestal ook de belangrijkste. Ja. Um, denk aan caseware, unit 4. Um, die, die applicaties koppelen volgens mij niet heel lekker met, met SharePoint bijvoorbeeld. Uh, hoe zie jij die situatie? Um, daar zitten natuurlijk heel veel accountskantoren nu nog wel in. Ja, ja het, is, het is denk ik een al heel lange tijd zo dat eigenlijk de, de we noemen dat de core applicaties, hè, dus de, de applicaties het meeste worden gebruikt. Hè, die dan vaak ook nog traditioneel zijn. Hè, dus bijvoorbeeld afhankelijk zijn van een verkennenstructuur. Dat dat de applicaties zijn die een kantoor tegenhoudt uh, om de stap te maken naar Sharepoint. En niet alleen de stap naar Sharepoint, maar uiteindelijk ook de stap naar de moderne werkplek. En dus uh, de, Wij zeggen nu altijd van we kunnen daar wel een splitsing in maken. En bijvoorbeeld een, een applicatie als Caseware. die is heel sterk afhankelijk van dossiers uh, in de verkennisstructuur. Nou, dan dat laten we zo, want dat kan niet anders. Maar je kan met je andere bestanden uh, kan je prima naar Sharepoint toe. Ja, dus ja. je kan daar een splitsing maken tussen bestanden in Caseware die echt in een dossier thuis horen. En bestanden waar die ja, onderhanden werken of, of toch dingetjes die je wel moet bewaren, maar die dan niet per se in het dossier hoeven, uh, die je dan als Sharepoint gaat brengen. Dus is, voelen klanten dat dan niet als een als een halve tussenoplossing? Omdat je natuurlijk gewend bent vanuit één uh, domein te werken, zeg maar, en dat je eigenlijk dan op twee manieren moet gaan werken? Ja, dat, dat in het begin kan dat zo voelen. Ja. Maar de, door de juiste adoptie en de juiste trainingen daarop te geven, en, en wederom weer zeg maar de, goed uit te leggen wat ze er nou voor terugkrijgen. Qua functionaliteit, maar ook qua uh, efficiëntie en dat het makkelijker werken wordt, uh, zien we dat, dat ze die knip heel goed kunnen maken. Ja, en de verwachting is waarschijnlijk ook wel dat, dat je uiteindelijk caseware niet meer op die manier hoeft te gebruiken. Dus dan heb je, als dat eenmaal een andere oplossing wordt, ja. uh, ben je al een heel stap in je, uh, je SharePoint-omgeving en hoef je ja, alleen nog maar dat is misschien wat te kort, of niet alles maar, in één keer te doen. Maar dan hoef je niet nee, nee. ja. er nou, ja, zelf het, het, te het zetten. Het gaat gefaseerd en dat, dat, dat zien we ook dat dat met heel veel ontwikkelingen zo gaat. Hè. Bijvoorbeeld Microsoft Teams, om even uitstappen te maken, dat dat. Geen voor corona ging dat heel gefaseerd. We hebben nu natuurlijk is het heel erg in de versnelling gekomen. Yeah. Um, maar ook uh, het gebruik van Teams en dergelijke dat zit ook heel nauw samen met SharePoint. En want bestanden die je in Teams opslaat, die staan eigenlijk gewoon al in SharePoint. Dus er zijn ook heel veel organisaties die eigenlijk ook SharePoint al gebruiken, uh, zonder dat ze het weten, dat ja. ze het eigenlijk ja, of bewust door hebben. Ja, ja. Ja. En daar schat ook wel weer een gevaar, want ook dat is bedrijfsdata die in Teams staat. En dus je moet ook zorgen dat je dan je beveiliging weer... Ja, Vaak wordt ordement. Teams natuurlijk nog wel buiten uh, externe sessies uh, opgestart. Uh, dat gaat wel steeds beter ook binnen de remote uh, sessies. Maar uh, ja. het wordt vaak door accountskantoren vanuit gewenning ook in coronatijd... buiten de sessie opgestart. Dus daardoor is het ja, risico eigenlijk groter. Yeah. Dat, het, uh, dat het inderdaad uh, gewoon ja onbeveiligd ergens opgeslagen wordt. Ja. Want als je dus in je als je nu al Teams gebruikt en je stuurt wel eens een document heen en weer, dan, dan gebruik je eigenlijk al SharePoint. Ja, zelfs als jij bijvoorbeeld in een chatgesprek met iemand zeg maar een bestandje deelt, ja. dan staat die onder water, staat dat in SharePoint. Ja, dus dan ben je er eigenlijk al mee bezig en is het goed om daar eens naar te gaan kijken hoe je dat eigenlijk ja de, 100%, ja. ja, met name de beveiliging en en daardoor wordt ook die adoptie wederom weer heel belangrijk. Uh, omdat medewerkers het besef moeten hebben uh, waar die data opgeslagen wordt. Ja, want uiteindelijk als je SharePoint goed hebt ingericht... en de koppeling is natuurlijk met Teams... dan kun je ook vanuit Teams toch heel makkelijk weer al die bestanden benaderen en delen. En dat je niet meer naar een extern programma hoeft... en ja. dan weer opzoeken en slepen in een mailtje of slepen in een, in een chat. Dat zie je, je ziet dezelfde structuur in Teams dan als in SharePoint, toch? Je kan uh, een koppeling leggen in Microsoft Teams naar SharePoint toe. Ja. Ja, dus dat je gewoon klikt en dat je daar dan je, je bestanden eigenlijk binnen Teams zit. Dus inderdaad, je hoeft, niet, je hoeft Teams niet te verlaten om daar je bestanden te kunnen... Ja. Zijn er ook redenen waarom je het waarom je Sharepoint niet zou gebruiken? Of redenen waarom het niet interessant is voor een, voor een kantoor? Ja, we gaan altijd als we zo'n traject gaan starten, zo'n adviestraject, dan gaan we altijd kijken van waar ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden. Het zijn medewerkers en 80% van de medewerkers bijvoorbeeld uh, acht uur per dag bezig uh, binnen de applicatie, die nog heel zwaar leunt op die verkennenstructuur. En dan gaan bijna alle bestanden ook via die applicatie. Ja, dan moet je overwegen van wat, wat is het nut van de inzet van SharePoint. Ja. Dus dat, dat, die afweging maken we altijd wel. Alleen we zien wel heel snel dat uh, toch de voordelen uh, de kantoren zoveel gaat brengen. En uh, dat een overstap vaak wel uh, interessant is. En als je het hebt over klanten, je, je kan daar ook documenten mee delen. Hebben, ja. hebben klanten nog een bepaalde licentie nodig van Microsoft om, om bijvoorbeeld zo'n document te openen? Of kunnen die daar gewoon bij? Um... Maakt niet uit of ze, of ze een eigen licentie hebben. Nou, klanten kunnen daar gewoon altijd bij. Uh, of ze met Google werken of Microsoft, dat maakt niet uit. Uh, als ze zelf een Microsoft-account hebben, hè, dus als ze zelf ook al op die manier werken, is de toegang wel eenvoudiger voor klanten. Ja, zelfs met Teams-vergaderingen. Uh, ja, als je externe mensen uitnodigt. Ja, als je een externe, dus echt extern, dan, dan zie je dat ze zich op uh, nog een, een, een twee staps moeten verifi verificeren. Zeg maar. Dus ze krijgen nog een e-mailtje e met een code, die moeten ze dan invullen en dan kunnen ze bij het bestand. Uh, op het moment dat ze ook zelf Microsoft-licenties hebben, dan kan je daar een soort van vertrouwensrelatie leggen. En dan kunnen ze eenvoudiger bij die bestanden. Je weet wie het is dan. Precies. Oh, ja. ja. En zijn er nog andere, andere dingen waar je rekening mee moet houden? Als, als er nu accountscontrole luisteren, denk van hé, hey, nou goed, uh, bij ons ligt het zwaartepunt misschien wat minder op de, op de verkennenstructuur. We ja. de, 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 de zijn wat minder afhankelijk van. Um, we willen dat wel gaan overwegen. Wat zijn nou de belangrijkste dingen waar je rekening mee moet houden? Wat zijn valkuilen die je ziet ontstaan als. Uh, kantoren de overstap willen maken? Ik denk met name vasthouden aan de huidige situatie. Dat is, 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 is ik denk de grootste valkuil. SharePoint is namelijk niet hetzelfde als de verkennisstructuur... en daar is het ook niet, niet voor gemaakt. Um, dus het loslaten van hoe je nu werkt... ik denk dat dat de grootste valkuil is. Ja. Ja, dus eigenlijk het vasthouden aan... We doen het nu zo. En uh, al mijn medewerkers, al onze medewerkers zijn gewend om ook zo te werken. Ja, copy-paste. Uh, yeah. ja. Maar wat moet je dan wel doen? Stel je laat het even helemaal lekker los en dan? Nou, je zou ook moeten bepalen van hoe wil je je bestanden gaan uh, benaderen. Hè, wil jij dat bijvoorbeeld altijd via Teams doen? Hè, dus wil je, ik noem maar wat, iedere klant of ieder intern project, wil je daar een team voor aanmaken en daar je bestanden in benaderen? Uh, of wil je dat toch gewoon echt in SharePoint gaan doen? Uh, met weer een soort van structuur op afdeling of een, een klantenmap waar je je klanten in onderbrengt. Um, die blauwdruk die moet je eigenlijk van tevoren gaan maken. Is dat niet heel lastig om te doen? Want als, als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, weet ik veel wat ik wil. Ja, ontzettend lastig. Maar dat, dat is onze rol weer. We hebben voor de accountie een, een blauwdruk ontwikkeld. Okay. Um, die een soort van standaard inrichting geeft voor een accountantskantoor. Waar dat je eigenlijk al mee kunt starten en dan zou je kunnen fine tunen ja. of re reviewen of dat het voor jullie ook uh, werkt. Zeg maar. Ja, het is een leidraad. Ja, dus je moet, het kan vaak helpen om inzichten te krijgen hoe je dat als organisatie zelf uh, zou willen doen. En dan kun je daar iets meer over vertellen? Want je gaf net allemaal opties waar je voor kunt kiezen. Kun je op hoofdlijnen misschien een beetje vertellen waar die blauwdruk op gebaseerd is? Want daarin zijn wel wat keuzes al gemaakt uh, die je net voorlegde tussen de, de afwegingen. Ja, wij, wij maken een soort van basisinrichting op functieprofielen. Ja, dus dat is niet per se iedere afdeling een mapje, maar wel uh, medewerkers die dezelfde soort werkzaamheden doen. Daar zien we een, een basisinrichting en uh, vaak een uh, inrichting voor de klanten. Ja, dus uh, de, de, we kunnen dat doen op alfabetische volgorde, hè, dus dat daar een soort van uh, ja, makkelijk te zoeken, makkelijk te vinden structuur ontstaat. En of we kunnen dat gewoon in één map gooien, maar dan zorgen we ervoor dat de zoekfunctie dusdanig uh, werkt. Uh, dat dat eigenlijk dat dat iedere dag wordt geïndexeerd, ja. dat je bij de eerste twee letters van de klant zeg maar die klant al vindt. Ja. En zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, oké, okay, dat zie ik vaak dat, de, dat het bij de inrichting fout gaat, dat zit in onze blauwdruk anders. Of een concrete tip waarvan je denkt, met name binnen het oude accountantskantoor is dit een handige? Um, nou, ik denk, dat, denk met name, um, um, ja, toch komt die weer adoptie, je yeah. medewerkers echt bij de hand nemen en niet um, zelf wat gaan verzinnen en dan volgens pas dat met de medewerkers gaan delen, uh, maar ze in dat voortraject ook al gaan betrekken van hoe zien jullie dat nou, hoe willen jullie het te werken en, en hè, dat je daar van tevoren al een soort van uh, punt bereikt dat de hele organisatie uh, het, of een afspiegeling van de organisatiegeval het eens is met de inrichting um, en dat om gaat bouwen. Yeah. En dan vervolgens de dingen die je, die je mee wil nemen met de verhuizing, uh, dan mee gaat nemen. En misschien voor de, voor de data die ouder is, dat je daar al gaat bedenken van nou, ah, weet je, die gaan we ergens wegstoppen. Dus dat die nog wel benaderbaar is. Ja. Uh, maar het hoeft niet iedere keer tussen mijn ja. zoekresultaten te staan. En een communicatieplan, denk ik. Word je ook geholpen door je IT-dienstverlener. Ja. In ieder geval bij Arcus. En zorgen ervoor dat je inderdaad die. Als je die keuze maakt, we gaan naar SharePoint. Dat je dan ook een heel communicatieplan hebt. Van we gaan het de medewerkers vertellen. We gaan ook uitleggen waarom. We gaan een presentatie geven over hoe het, hoe het eruit gaat zien. En uh, we gaan trainingssessies organiseren om mensen te onboorden zeg maar, op, het, uh, op de nieuwe werkwijze. Dat zijn volgens mij de belangrijkste punten. Uh, als je het over adoptie hebt, ja. uh, aan de voorkant. Dus dan heb je het nog niet eens over de. Als je ermee gaat werken. Maar als je dat al niet doet, dan heb je gewoon al een valse start, denk ik. Ja, want ze willen al een... niet anders werken en nee, dan een nieuwe nee. mappenstructuur. Dus je moet ze echt overtuigen aan de voorkant <laughs> ja. waarom, waarom het een goede stap is. En dat geldt voor elke keuze die je maakt, denk ik, als accountskantoor, Maar zeker ook bij de ingebruikname van SharePoint. Ja, denk ik ook. En, en, en dat trek zit natuurlijk ook een soort van... We maken altijd een adoptieteam, noemen we dat. En dat pakken we uit verschillende disciplines binnen de organisatie. Uh, vragen we een vertegenwoordiger eigenlijk die in dat adoptieteam uh, zijn, in, zijn haar inbreng heeft. Uh, dus de, de, nou, de, met dat team gaan we een soort van uh, voor de ver borduren op de op de blauwdruk. Um, mm -hmm. En daar komt wat uit. En dat wordt vervolgens inderdaad via een communicatieplan ook uh, ja. met de organisatie gedeeld. En misschien nog een uh, uh, wat, wat ik wel een belangrijke vraag nog vind is denk als je vanuit accountskantoor even bedreigendeert die die is ingezet. Hoe zie je SharePoint als middelpunt zeg maar, binnen zo'n accountantskantoor? Gaan daar koppelingen nog ontstaan? Want er zijn in de markt natuurlijk al heel veel koppelingen ja. met, met Microsoft-producten. Maar zie je dat voor accountantskantoren ook? In combinatie met uh, ondertekening, uh, CRM, dat soort zaken? Ja, we zien steeds meer dat, dat die integraties ontstaan eigenlijk. Ja, dat het is uh, met, met traditionele applicaties wat lastiger, maar met inderdaad de versasing die nu echt toch in de accountie met name wel heel erg uh, aan de gang is, uh, zien we ook steeds vaker dat uh, SharePoint en Teams en dergelijke toch wel integraties hebben met applicaties. En ja. dat kan heel simpel zijn van ik maak in mijn uh, webapplicatie een nieuwe klant aan en er wordt automatisch een klantenmapje in SharePoint aangemaakt. Is toch echt wel de basis zeg maar die, die, die nou, heel veel leveranciers al wel kunnen leggen. Uh, ja, en vandaar wordt, wordt het eigenlijk steeds verder uitgebreid. Je zou een standaard documentenbibliotheek bijvoorbeeld uh, aan kunnen laten maken. Als je een nieuwe klant hebt, dat hij automatisch dat hele, ja. hele rits krijgt. Dat hij helemaal gewoon dat eigenlijk klaar staat en dat ook de mensen binnen je organisatie die aan die klant gaan werken, dat die meteen de juiste toegang krijgen. Ja, dus zover kan je het wel automatiseren. Oh, handig. En even praktisch. dus. Hè. Als je nu denkt: oké, okay, ik, ik wil hiermee aan de slag gaan. Uh, je begint dus eigenlijk met, met je adoptietraject, om dat in ieder geval goed in te richten. Misschien ja. zo'n groepje samen te stellen. Ja. Dan ga je kijken welke documenten willen we nog wel en niet in de SharePoint-omgeving. Dus welke gaan we misschien archiveren. Dan ga je kijken welke mappenstructuur past er goed bij. Dan moeten alle bestanden overgezet worden. Ik neem aan dat dat iets is wat, wat je IT-leverancier moet doen. Tenminste, dat, ja, dat, dat is wel het handigste. Ja. Ja. En uh, uiteindelijk, hoe lang, hoeveel tijd is er nodig? Hoeveel moet je gemiddeld, als, we, als je, ik weet dat het een hele vervelende vraag is, maar als we uitgaan van een, nou, een accountskantoor met 50 medewerkers, hoeveel, hoeveel tijd moet je hier nou voor uittrekken? Ja, het is lastig. Hè, want, want een jong een accountskantoor zou sneller die, die slag kunnen maken om hè, dat die adoptie gaat sneller. Ja. Um, dus dat is wel afhankelijk van het adoptievermogen van de medewerkers. Maar ik tent vaak vier tot zes weken, zeg maar, om vanaf het moment dat het uh, bedacht is hoe we het gaan doen. Ja. Uh, tot aan echte ingebruikname. Ik denk dat dat wel een realistisch tijdspad is om. Uh, om aan te houden, zeg maar. Ja, want je kan natuurlijk niet zeggen oké, okay, we zetten alvast wat documenten over, maar we gaan straks pas. Want dan kloppen die documenten alweer niet. Dus er moet één moment zijn dat de bulk overgaat en dat dus ook de mensen overgaan. Ja, je zou een, een pilot kunnen doen met een afdeling binnen het bedrijf. En dat zien we nog wel veel dat we dat op die manier uh, doen. En dus dat, dat we met name is dat heel vaak de de, de salarisadministratie bijvoorbeeld. Um, dat we daar een pilot starten. En dat we die al wel omzetten. En dat we daar de, nou, de, de, de kleine puntjes eruit halen waar, uh, waar die mensen in die pilot tegenaan lopen. Ja. ja, want anders heb je, die kunnen dan gewoon daar volledig in werken en dan kan daarna ja. de rest, uh, ja. ja wat goed. Heb jij nog andere tips uh, die we nog niet hebben besproken? Volgens mij hebben we er aardig wat uh, doorlopen al, maar het is natuurlijk best een groot project. Het is iets ja. wat je, uh, ik, ja iedereen werkt al heel lang op dezelfde manier, dus het is het is best een stap om te gaan doen. Ik, ik kan me best voorstellen dat kantoor ook bang zijn dat het tegenvalt en dat je dan weer terug moet. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt, joh, ik, of misschien wel in de praktijk, dat je zegt, uiteindelijk werkt het hartstikke goed. Of zijn er nog dingen om die accounten die nu luistert nog ja. even te helpen? Een klein extra zetje. Misschien jij nog Stefan, jij weet natuurlijk ook. Nou ja, weet je, ik denk dat het heel belangrijk is dat je gaat er uiteindelijk echt, uh, echt heel veel plezier aan beleven omdat het gewoon het is echt de volgende stap naar verdere automatisering en, en nou ja, het delen met elkaar sneller uh, delen van bestanden samenwerken ja. Uh, alleen ja inderdaad de impact moet je niet onderschatten dus dat wat Paul heel duidelijk aangeeft die adoptie ik denk dat dat echt wel het belangrijkste is als je dat vergeet dan is het ja, kans op het slagen van een project ook ja. niet heel dus suicide ja. mission uh, ga je dan ja, dat zie ik wel vaak dat, dat dat als dat vergeten wordt dat ja dan wordt, wordt het gewoon niet omarmd en dat moet je wel doen bij zo'n stap duidelijk ja en SharePoint is gewoon wel de, hè, de eerste stap naar de moderne werkplek we, we zitten heel veel met met klanten maar ook met 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 kantoren die nog geen klant zijn in gesprek van hè, we willen toch een volgende stap nemen in onze uh, met onze IT en we zitten nu een beetje vast in dat traditionele werken via een uh, remote desktop oplossing nee. of hè, we willen toch eigenlijk meer naar die moderne werkplek toe. Ja, dat is de SharePoint toch al een van de eerste stappen die je moet ondernemen. En ook denk een van de belangrijkste, want als je dat fundament goed hebt staan, dan ja. kan je daar verder op bouwen. Komt de rest erna. Ja. Komt de rest erna. Dus het, het, ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken of je die stap kan maken. En, en in veel gevallen kan het ook. Uh, aan de andere kant, het moet geen doel op zich zijn nee. om naar SharePoint te gaan en, en dan. Uh, misschien ja, gewoon dat je dan omslachtiger moet werken. Omdat jouw applicatie er niet... Uh, nee, dan, ga je, dan gaat daar. het doel een beetje dan voorbij. Om, ja, dan kun je inderdaad. beter uh, later uh, daar ja. naartoe gaan. Dankjewel Paul voor je uitleg. Ik uh, denk dat we er veel van hebben geleerd. Ja. Graag Dankjewel, gedaan. Uh, en uh, tot de volgende keer. ja Dankjewel. Dat gaan we doen. Dit was de achttiende aflevering van Uurtje Factuurtje. Voor de volgende aflevering schrijf Jorrit Vermeulen van Simplicate aan. Om met ons te praten over de transitie van Uurtje Factuurtje naar vaste prijzen en abonnementen. Tot dan!